Mijn naam is Willem Spronk en ik werk bij BPM Consult, een adviesbureau gespecialiseerd in procesmanagement. Waarom is het nodig om in processen te denken? Omdat processen sneller, beter en goedkoper kunnen. In mijn vorige filmpje ben ik ingegaan op hoe een proces sneller kan. In dit filmpje ga ik in op de volgende factor en dat is goedkoper. Als iedere klap raak is, oftewel de first time right is erg hoog, dan wandelt een order soepel door het proces van begin tot eind. Maar helaas, processen lopen meestal niet zo goed. Producten worden aan de kant gezet en moeten herbewerkt worden om fouten te kunnen herstellen. Voor het herbewerken heb je in feite een tweede fabriek nodig. En dit noemen we de verborgen fabriek. Hij is niet 1, 2, 3 zichtbaar, maar je moet er wel voor betalen. Ik ga nu net als in de eerste video een productielijn laten zien met 4 werkstations, waarbij we in dit geval een Spitfire gaan opleveren. Er komen 10 verschillende werkorders voorbij die je kunt volgen. Dat zijn de witte dozen in de video. Let in eerste instantie op order nummer 1. De bedoeling is dat deze in één soepele flow doorgaat. Maar een defect zorgt ervoor dat het ontwerp moet worden hersteld in de verborgen fabriek. Na herstel kan order nummer 1 terug in de productielijn en worden opgeleverd. Let nu op order nummer 5 die binnenkomt. En denk eraan, het meest efficiënte proces is een proces waar alles in één keer goed loopt. Order nummer 5 heeft, zoals je ziet, last van alle herbewerkingen omheen. Afgekeurde orders worden uit de flow geduwd en belanden in de verborgen fabriek. Daar worden foute orders hersteld en na bewerking weer teruggeduwd in de voorraadstapel van een voorgaande schakel. Uiteindelijk is order nummer 5 de eerste en enige die foutloos het hele proces doorloopt. Aan de rechterkant lopen tellers die de totale kosten bijhouden. De totale kosten van een organisatie zijn nu dus zowel de productie als de herbewerkingskosten. En die laatste, ja, die worden vaak vergeten. Zoals je ziet maken de herbewerkingskosten een flink deel uit van de totale kosten. En daar is een grote winst mee te behalen. Terugdringen van de herbewerking loont. Dus streef naar een first time right en haal die verborgen fabriek uit je organisatie. Wij helpen je er graag bij.